mooie stoeltjes erbij. En dan hebben we hier dus voor de kinderen. Kijk, buislichtreclame. Kijk. En wat voor reclame maken jullie? Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 8 november. Het is de tijd van 14 uur 24. Of het is nou net 25, mag ook. Ja, Ro is al lang en breed naar zijn werk. De vlogs die lopen een beetje door elkaar heen. Het is een beetje een weekvlog en een dagvlog. Dus ik hoop dat en dat jullie het nog begrijpen. Maar ik ga naar de kapper en ik neem jullie gezellig weer mee. Heel veel kijkplezier. Ja, ik ga dus lekker met de tram naar de Mall of the Netherlands. Dus voor de mensen die het niet kennen, Leidschagen. En dat ga ik lekker met de tram doen. Ja. En dan ga ik ook even, wat ik al zei, naar de kapper doen. En ik ga weer even een impressievideootje maken. Want elke dag verandert er wel wat. En die video, daar ben ik ook druk mee bezig. Met hoe het was. Hoe het nu is. Alleen hoe het was heb ik daar. Heb ik helaas geen beeldmateriaal van. Maar ik heb wel foto's van het internet geplukt. Niet helemaal eerlijk. Maar oké. Dat mag in de pret niet drukken. Maar dan weten jullie dat wel. Dat er een hoop aan leuke nieuwe dingen aankomen. Bij deze school. Deze. Daar gaat ook binnenkort een sloopkogel doorheen. En daar zat dus eerst namelijk krakers in, antikraak. En nou is het bijna leeg, alleen deze nog niet, want daar zit een atelier in. Dus het is me nog benieuwd wanneer dat de sloopkogel doorheen gaat. Maar zodra daar een sloopkogel doorheen gaat, neem ik jullie daar ook weer lekker in mee. En nou wacht ik dus lekker op de tram. Er zijn mensen die maar gezellig gaan kijken van wat doet zij nou? Ja, ik vroeg, mag het niet? Ja, ik voel gezellig. Dus ja hoor. Gezellig voor jullie. Dus wacht op het trammetje en die moet er ook zo meteen over 5 minuten weer aankomen. Dus. Kijk, en nou ik ben dus net naar de tram gekomen. Ja, het is wat groot. Zijn ze daar met man en macht bezig. Hier stond dus de noodjumbo. Nou, dat is ook een hele grote bouwput. Maar kijk eens. Deze kant heb ik nog niet eerder gezien. Kijk dan. Niet verder hoor, gewoon eventjes een beetje om het hoekje filmen. Kom ik dus aangekomen bij de kapper, alleen ik moet nog even wachten. Ja, ik moet nog even wachten bij de kapper. Wat is nog deze? Ik ga even in. Alleen ze wilden zitten in beeld, dus maakt het niet uit. Dus dat komt ook wel weer goed. Wat handig. Leg je puntjes er zo af. Alleen Roos en jou niet bij, dus hij kan dat niet filmen. Dus we zeggen, kijk goed. Het gaat wel een stukje van de nu. Lekker in de wastafel. Beland, heerlijk. Ja,
het nieuw, want ik zou het nieuw bezig. Dit vind ik altijd het lekkerste, heerlijk. Loop ik even langs een etalage. Die pop staat ook binnen, maar ik zou het bij God niet kopen, man. Echt niet. Kijk, daar staat hij nog een keer. Dan zeg ik vind het afschuwelijk. Echt, ik zou het echt niet kopen. Dit jurkje, dat is dat jurkje. Nee, voor geen goud. Zo ziet het er al uit. En voor de wc is hier. Dit is de heren. Nou, voor je schoenen, water en fonteintje. Ze zijn nog niet helemaal klaar. En zodra dit klaar is, of ik eventjes een sneak preview kan geven, dan zal ik dat zeer zeker snel doen. Hier, daar, helemaal achterin, daar zit de Jumbo. Kijk, buislichtreclame, kijk. En wat voor reclame maken jullie? Wij maken de reclames voor onder andere McDonald's. Ja. Hier voor Specsavers. Oké. Okay. Van Haren hebben we gedaan. Ja. Ja, dat waren even de winkels Mansfield. Oké. Okay. Dus toch wel de leuke winkels. Lekker bezig dus. Uit nou. Den Haag, dankjewel. Werk ze. Okay. Hoi. Dus, als je iets nodig hebt, ga even naar buisreclame. Buislichtreclame, moet ik het wel goed zeggen. Ondertussen ben ik dus lekker bij de kapper geweest. Zoals je wel kan zien, mijn haar zit weer heel mooi en netjes. Helemaal perfecto. Ja, en dan ga ik weer even de hele andere kant op lopen. Aan de andere kant van deze kant. Dus ja, even om daar ook weer wel wat meer aan jullie te laten en kunnen zien. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik heb toestemming gekregen. Ik mag even vloggen hoe het hier er nu uitziet. Een sneak preview voor jullie. Dit is dus voor de mannen. Kijk hoe mooi, hoe mooi. Kijk, 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 kijk. Heel mooi, heel gaaf. Nog helemaal schoon. Dit moet allemaal nog gedaan worden. Dit is voor de heren. Ook heel netjes. Kijk, gaat het licht weer automatisch aan. Heel keurig.
voor de zeep, voor handen drogen, zeep, water, zeep en papier. Dan gaan we snel even naar de dames. Even kijken hoe dat er weer uitziet. Zo, kijk je. Oh, wauw. Het is nog mooier dan ik had verwacht. Wauw. Wauw. Oh, kikken jongens. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Nou, dan heb je hier dus de invloed voor dat volgens mij. Ja, dit is de invalide toilet. Ik laat het eventjes snel zien hoor jongens. Dit is gewoon de normale wc. En dan hebben we daar ook weer de normale wc's. Een hoop stoeltjes erbij. En dan hebben we hier dus voor de kinderen. Ja, het is hier een beetje donker nog. Maar dit is voor de kinderen. Ja, nou, ik hoop dat jullie weer een kleine impressie hebben gekregen van hoe het er hier eruit ziet. Ik mag hier nog een eind niet komen, maar ik heb een oké gekregen. Dus, ja. Dit is dus aan de andere kant. Hier zit Daka, Casa, die zit hier. Mediamarkt, Jumbo. En ik laat jullie even het een en ander zien. Ik ga wel weer even naar de overkant toe lopen. Nou, ik heb toch even besloten om aan deze kant te blijven. Als je vanaf die kant afkomt, dan kan je hier dus erin. Daarin. En als je dus vanaf de andere kant afkomt, vanaf, vanaf het ziekenhuis, om het zo maar te zeggen. Dan kan je zo daar het bochtje maken. Kijk, daar komt de auto aan zonder licht. Ook handig. Zie je dus niet wat er gebeurt. Die heeft netjes de, die andere ook, netjes een licht aan. Dit gebouw hier, wat een beetje kalig is, dat is de oude V&D. Die is er ook helaas niet meer. Nou, ik heb net even bij deze winkel eventjes een nieuwe hoesje gehaald. Ja, 20 euro, maakt niet uit. Laat ik zo meteen thuis wel even weer zien. Dat is heel erg leeg bij een kapper. Ja, niemand in die vintje, nee. Nou, ben weer eventjes wat verder. Ik loop alweer richting de tram. Maar dit hier, dat wordt dus de hoofdingang. Nou, ik zit dus nu op en op de tram te wachten. Ongeveer nog 5 minuutjes en dan moet hij ook weer arriveren. Ik heb alleen die bij me. Ja. Dus dat is ook wel erg lekker. Dus, en dan gaan we naar een Z. Ik mag er niks over vertellen. Maar er mocht een hond mee. Dus ik heb Lady uitgekozen. Omdat Lady ook even iets meer is gewend. En daar komt bij de tram aan. Hij is wat eerder. Dus check jullie later. Ja, een hele goede avond. Slechts nacht allemaal. Ja, dit was weer een bewogen dag. Moet ik wel uit kunnen komen. Met als gevolg op een leuke filmset. Samen met Lady. En Ro heeft me opgehaald. Dat we terugkwamen was dus een ongeluk gebeurd. Hier bij de trambaan was er een hele mooie Kia. Met een beschonken bestuurder. Maar helaas, pindakaas, die moesten even mee. Met meneer agenten. Dus ja, het is een leuke dag geweest. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zo ja, gooi dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie achter. En doe vooral het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte met alle video's die ik online plaats. Dank jullie wel en tot de volgende keer maar weer. Doei!